Hallo, wij zijn Sim en Robbe van het Jeugdfestival en wij zijn vrijwilligers. En vandaag is onze laatste kans om eens de vrijwilligers te zien wat zij doen. Hallo, wie zijn jullie en wat doen jullie hier? Ik ben Charlotte en ik doe de ondertiteling tijdens het festival. En hoe heet jij? Elwin. Elwin, ja. En wie gaat de chipjes mooi leggen straks? Ik ben momenteel de begeleider van de Brugse kinderjury. Ik heb ervoor gezorgd dat de lumière proper bleef. En nu gaat het met de receptie. Waarom zouden mensen volgens jou vrijwilliger op het jeugdfestival moeten worden? Omdat het gewoon tof is en omdat je heel veel mensen leert kennen en omdat je ook sociaal bezig bent en met kindjes. En like in Labo Jeff doe je ook zo andere dingen dat je anders niet doet. En je kan ook een hele week film kijken zonder dat je ervoor hoeft te betalen. Dus het is gewoon super tof. Gewoon, het is mega cool. Het is echt de moeite waard. En je steekt er iets bij op. Omdat je dan echt de leukste krokusvakantie van je leven kan beleven. En dan het jaar daarna opnieuw, maar dan nog leuker. En omdat je heel veel leuke films kan zien, superleuke mensen leert kennen en zo verder. Het Jeugdfilmfestival is super tof. Ja. Vet. Ja. Super tof! Zonder de vrijwilligers lukt dat niet om dit draaiend te houden. En ja, het is een grote vriendengroep. Ja, de vrijwilligers draaien al langer mee dan ik meedraai op het festival. En ze weten zo perfect hoe dat festival in elkaar zit. En het is een enorme hulp om hen erbij te hebben. En het loopt allemaal vlot. Gewoon, dankzij de vrijwilligers. Onze week zit er weer op. Wij hebben ons heel hard geamuseerd. Je hebt dat juist gehoord ook van de andere vrijwilligers. En ik denk dat Sim hier nog iets aan toe te voegen heeft. Ja, we hebben ons zeker geamuseerd. Dus als je volgend jaar in de krokusvakantie een keer wil langskomen, zeker doen. Ja, zeker doen, hè. Ja, en ja, wij gaan nu naar huis, hè. Ja, daag.